Yes, welkom allemaal bij een gloednieuwe livestream op het YouTube-kanaal van PSV eSports. Is iedereen erbij? Boeddha als eerst, wat een paraatheid. Boeddha, aan jou de vraag, heb je zin in een potje? Jij bent de eerste, dus jij krijgt voorrang. En anders gaat hij door naar Tom. Je mic staat een beetje zacht. Als het goed is, staat hij goed. Zoals hij altijd staat eigenlijk. Oké, wat is jouw PSN? Willem, welkom. Menno, Marcelino, Tom. Leuk dat jullie erbij zijn. De eerste krijgt meteen voorrang, bij de tweede moeten we even kijken, een klein quizvraagje of zo, wie als eerste is, want anders is het niet eerlijk. Boeddha Roos, oké, mooi. Dan ga ik gelijk een fight, hè. Wat we dus willen doen, jongens, voor de duidelijkheid, want het is alweer een tijdje geleden dat wij hier iets hebben geüpload of gestreamd, natuurlijk door de omstandigheden. We willen graag door de week elke maandag tot donderdag streamen. 1 of 2 uurtjes, daarbij hebben we verschillende concepten uitgestippeld. Vandaag ga ik dus tegen jullie spelen en wat teams beoordelen. Daarnaast hebben we nog profclubs, co-op en nog andere draft. Maar dat ga ik dus allemaal verdelen met Dennis en Manuel. Vandaag begin ik dus. Ik mag aftrappen. En we gaan daarnaast ook nog elk weekend, op de vrijdag denk ik dan, een van ons gaat de eerste 10 potjes streamen. Mag ik nou worden? Ja, Boeddha was echt snel, hij was echt paraat. Dus voor de duidelijkheid, en als je dan even een likeje kunnen achterlaten, dan is dat goed voor de volgende keren, zodat we misschien meer kijkers kunnen trekken. En daarmee gaat PSV eSports ook groeien op het YouTube kanaal. Even kijken, Boeddha Roos, ben je wel offline? Want anders kan ik jou niet vinden. Ja, je bent offline. Oh, dit doe ik echt uit automatisme, dat ik je nou competitive ga uitnodigen, maar dat maakt niet veel uit. Momenteel magere 10k subs. Dat klopt. Dat moet echt omhoog. En wie weet bereiken we dat samen. Oh nee, wanneer revanche van de energy direct. Salah, welkom moeder. Welkom. Ja, die moeten we ook een keer doen. Misschien heb je zo meteen kans. Hè? Het kan. Ik ga na deze pot ga ik een quizvraagje stellen. En degene die als eerst antwoordt, die mag dan tegen mij spelen. Ik kan het niet op een andere manier doen. Jasper, welkom jongen. Ik doe wel even mijn brilletje op. Moet helaas leren, anders kreeg Jantje. Oh, gelukkig. Hoe is het verder, Salah? Speel je nog? Of niet? Wat haal je gemiddeld indien je speelt? Boeddha heeft de zaken denk ik niet op orde. Ja, dat dacht ik al. We spelen gewoon 90 minuten. Mocht het gelijk staan, dan is het gewoon een gelijk spel, zodat anderen ook kans krijgen. Ik ga ongeveer tot 5 uur streamen. Ik ga denk ik 2 à 3 potjes doen. En daarna ga ik wat teams beoordelen. Mochten jullie willen dat ik jullie teams beoordeel, zorg er dan voor dat je even naar futbin.com gaat. En daar even via de squad builder een squad aanmaakt en die even opslaat. Vervolgens krijg je daar een link van. En die link mag je plaatsen in deze chat, zodat ik die dadelijk kan klikken. En kan beoordelen. Dus we hebben nu 11 kijkers. Ik denk dat sowieso 1 of 2 personen wel wilt dat ik zijn of haar team beoordeel. Ik speel nog bro, vorige week Elite 2 gehaald, deze week gewoon gehouden, dus dat 2 keer 200k. Haha, heel slim. Die als eerst antwoord of als eerst goed antwoord? Die als eerst het goede antwoord geeft, op die manier. Gelijk spel. Jij hebt er zin in. Neymar Junior, welkom. Even ook dat teampje van Boeddha even snel beoordelen. Mooi teampje, zeker overpowered spelers tussen. Dembele, Rashford. Varane met Gomez, zeer stabiel. Ik ga 4-1-2-1-2 spelen, Boeddha. Ik ga gewoon blind vooruit spelen tegen jou. Ik ben benieuwd. Backs opkomen, dus je moet echt counteren.
Hebben jullie trouwens muziek, jongens? Want dat is wel de bedoeling. Anders is het zo saai. Oeh. Ik reken met gelukje mee, hoor. Goeie bal. Ah, dubbeltapje. Oh, goed gezien. Maar dat komt omdat die jongen altijd naar mij kijkt. Hij weet hoe ik ondertussen speel, hè? Meteen selecteren naar de CV. Hup, hup. Offensief, offensief. Heel irritant om tegen te komen altijd. Plakband gewoon. Ja, we hebben muziek. Top. Oh, 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 oh. En boom. Oh, die had erin moeten. Die had erin gemoeten. Dan had je me afgestraft. Ah, Tavernier. Die had je mogen pakken, jongen. Davies loopt op. Davies loopt op. Ja, slechte bal, hé. Goed gespeeld, goed gespeeld. Ah, wachten op dat gaatje. Eerste serieuze aanval, denk ik, deze, hè? Na 20 minuten. Oeh, Ronnie. Dit is buitenspel, denk ik. Neymar is weg. Hele goede bal. Oh, jammer. Come on, come on. We zijn een keer weg met onze back. Ah, krijg hem dan met gelukje mee. Jan is RQ, hè, Ali. Dat ligt aan Boeddha. Vind ik een goede regel, maar ik ga denk ik geen jantje geven aan Boeddha. Boeddha speelt goed. Ho, ho, ho. Als die aankwam. Weer goed gelezen, hè? Heel goed. Oh. Ik neem wel veel risico in de verdediging. Maar aanvallend heb ik echt veel man voorin. Maar ik doe er op dit moment vrij weinig mee. Hij weet Neymar ook meteen te vinden. Echt ziek. Gezien.
Tavernier. Ik hoop niet dat hij buiten spel staat. Laatste aanval. Kloosterman, heel stabiel. Goed verdedigd, jongen. Even kijken. Al een Team of the Year gepakt? Nee, man. Helaas geen Team of the Year gepakt, want ik heb nog geen packs geopend. Ik wacht totdat alle Team of the Year spelers in de pack zitten. Dan wil ik graag de pakketjes openen. Maar ik hoop eerlijk gezegd dat het tot zaterdag 7 uur is. Want ik moet naar I-Oranje woensdag. En dan ben ik pas vrijdag klaar. Anders moet ik even iets verzinnen. Misschien dat ik mobiel kan streamen op Twitch. Op mijn persoonlijke kanaal. Want dat kan volgens mij ook gewoon. Dan moeten we het even amateuristisch doen. Maar het is niet anders. Ik wil wel dat jullie erbij zijn als ik die packs open. Anders is het echt saai. Gedaan. En Ronnie. Als het goed is donderdag of vrijdag. Ah, weet je wanneer al Team of the Year komen in packs. De middenvelders zitten op dit moment in de packs. Ja, Jasper. Een weekend wel of niet, Jasper, denk je? Dat ze zeg maar allemaal in de packs zitten tot zondag of zo. Dat zou zo fijn zijn. Dan kan ik het gewoon professioneel streamen, maar anders moet het echt gewoon mobiel. En Davies. Dat is een Jan. Ja, heel sportief van Boeddha die er dan uitgaat. Zodat de anderen ook kans krijgen. Even kijken. Ik denk misschien wel tot na het weekend. GG Boeddha, heel goed gespeeld. Ik meen het oprecht. Je zet je aanvallen echt goed op. Je hebt alleen een minder team. En dat maakt op dit moment gewoon even het verschil. Even kijken jongens. Een quizvraagje, heel snel. Ik weet wat ik ga doen. Jongens, hij komt meteen hè, de vraag. Jullie zijn met 13 man. Boeddha valt sowieso af. Dus wees er snel bij. Vingers op jullie touchscreen of toetsenbord. Even kijken. Komt ie aan. Eén moment. Even goed kijken. Op zaterdag, komt ie aan hè. Op zaterdag 16 januari won PSV met 5-3 uit bij Sparta. Wie scoorde de laatste doelpunt voor PSV in de 93ste minuut? Komt ie aan. De eerste. Neymar Junior is bij mij bovenaan. Die mag gaan spelen. Zeg je PSN maat, dan voeg ik je gelijk toe. Wel ziek dat jullie dat allemaal meteen weten. Als je dat aan mij had gevraagd, dan had ik het eerlijk gezegd niet meteen geweten hoor. Wat is je PSN? Dan voeg ik je gelijk toe. Doe maar de tweede, ben nog bezig met online les. Oké, dan gaat hij naar Salah. Salah, je hebt geluk, maat. Zeg het eens.
Heb ik jou al als vriend? Hoe lang duurt je online les nog? Want dan mag jij hierna spelen. Wat is je opeens aan, Salla? Ja, ik heb heel veel vrienden vandaag. Ben je offline? Ja. Top. Komt ie aan? Yo, David, hoe is het, jongen? Lang geleden. Hij is er meteen bij. Lekker, lekker. Dan kunnen we hierna ook nog een potje doen, jongens. Nee, het is juist beter dat je offline bent. Want dan kan ik je vinden, zeg maar, in die vriendschappelijke lijst. Vriendschap. In mijn vriendenlijst. Wel zieke tenuutjes, hoor, deze. Hoe kunnen we een potje spelen tegen jou? Ik vraag een quizvraagje aan degene die hem als eerste goed beantwoord mag spelen. Hoe is die klooster van? Zeker een aanrader. Zeker. Gaat goed, man David, dankjewel. Nou, Salla ook lekker teampje. Met Felix. Die Felix is echt super fijn, hè. Die scoort echt vaak tegen mij. Bruno Identito is ook gewoon super goed. Fernando Torres, Matheus, Kleiber. Dembele met Mane. Wel pekluk met je rode picks, man. De twee United spelen. Blijven de streams op dit account staan? Ik hoop en denk het wel. Dat was wel zo ingesteld. Dus dat hoop ik wel. En als dat niet het geval is, ik neem ze op sowieso. Dan kan ik ze naar je opsturen. Ja, Griezmann een beetje slecht inderdaad. Nou, ook hier. We gaan gewoon volle bak aanvallen. Oh, hij hapert wel een beetje bij mij. Mbappé. Ze staan allemaal nog uit positie. Hoe vond je het verdedigen tegen die formatie, Boeddha? Daar ben ik ook wel benieuwd naar. Want ik ben de 4-1-2-2 weer een beetje aan het uittesten. Het is zo dat als je die backs ook aanzet met deze formatie, dat je dan gewoon in de aanval gewoon met 8 man bent. Je cv's blijven dan gewoon achter. Ik denk dat hij op wifi speelt. Speel je op wifi, Salla? Nou, eerst zelf was niet zo gevaarlijk tot de eerste goal. Inderdaad. Nou, dan werd het daarna moeilijk. Zelfs een vriend die spelen mensen met 5 achter. Vreemd dat hij hapert, ja. Moet je wel Felix vinden. Mbappé, oeh, jammer. Die steekbal schermde ik wel lekker. Ja, man, dat was echt irriterend.
irriterend, ik weet niet of dat een woord is. Irritant. Je had hem al gelijk door. Heb je dat normaal ook door of omdat je weet hoe ik speel? Want je selecteerde echt goed hoor. Ronaldo, goede goal. Ja, dan inderdaad wel, maar normaal gesproken is 5 of 9 zo. Ik speel altijd zo, speel zelf altijd met die steekbal, dus weet hoe. Ja, hoe OP het is. Inderdaad. Verdedigd. Davies, die backs zijn wel super fijn hè. Voor die ruimte. Oh ja, je hebt natuurlijk geen 5 sterren. Goed. Ah, goed gelezen. Tavernier. Ah, hij gaat er doorheen. Doen we goed, goede opbouw. Ze lopen elkaar in de weg. Heel handig. Walker. Lang geleden dat ik op de maandagmiddag FIFA heb gespeeld. Oei, heel goed gedaan. Maar die Davies als overlappende back is wel echt eerder dan bij de laatste goal, wist ik gewoon niet wie ik moest verdedigen. Inderdaad, ik zie het ook niet vaak met hem, maar op dat moment kreeg ik zoveel ruimte. Volgens mij dacht je dat ik naar binnen ging snijden, richting mijn spits of zo. Dus ik besloot gewoon om te schieten. Ja, en hij hapert ook, man. Ondertussen zitten we op 20 kijkers, dubbele van wat we net hadden. Voor als je nog niet geliked hebt, jongens, als je dat kunnen doen, zou dat heel fijn zijn voor het YouTube-kanaal van PSV eSports. Jullie gaan de komende tijd vaker livestreams zien. Elke dag bijna. Morgen is Dennis of Manuel aan de beurt. Ik weet zo uit mijn hoofd niet wie.
en Ronaldo met de derde. Goeie goal. En opnieuw sportief, ook van onze tweede tegenstander Salah, die er netjes uitgaat, zodat we toch nog tegen iemand kunnen spelen. GG's naar Salah, jammer van de verbinding. Maar buiten dat wel leuk om weer tegen je te spelen, man. Ja, fit is anders, broeder. Toen was het anders. Hij was toen met PSV op kick-off. Had Roman ook meedoen? Die kunnen we tenminste. Roman doet niet mee. Even kijken, jongens. Voor de aanwezigen komt er nu weer een quizvraagje. Handjes op jullie toetsenbord of scherm. Degene die deze weet, mag tegen mij spelen. Oké, PSV gerelateerd. Wat kan ik vragen? Wat kan ik vragen? Ik ga iets dieper duiken. Naar het verleden van dit seizoen. We gaan wel op dit seizoen spelen. Even kijken hoor. Oh ja. Is dit misschien een leuke? Deze game herinner ik nog. Ja, de Europa League wedstrijd op 29 oktober speelden we uit tegen Omonia. Hoeveel eindigde die wedstrijd uit tegen Omonia? Nou, Willem. Willem Koops is bij mij de eerste. Willem, als je tijd hebt om te spelen en wil spelen, laat dan gelijk je PSN achter. Anders verschuift hij door naar Menno. 1-2 klopt. Ze kwamen in de 29ste minuut voor. Donjel Malen scoorde in de 40ste minuut de gelijkmaker. En in de 92ste minuut scoorde Malen toen die winnende. Ik herinner het nog, in die hoek. Zonder publiek, toen hoorde je hun stem en zo. Toen zei deze volgens mij ook iets van onze spits of zo, mijn spits. Zoiets was dat toch? Ik ga je gelijk toevoegen. Als je meteen kunt accepteren, zou dat heel fijn zijn. En voor degene die er net nog niet waren en willen dat ik zijn of haar team beoordeel, ga dan meteen naar futbin.com. Maak daar even een squadbuilder aan. Maak je teampje daar af. Sla hem op, zeg maar. Want dan krijg jij een linkje te zien bovenin. En dan mag je dat linkje hier in de chat gooien. Dan kan ik erop klikken en dan zie ik je team. Dat is heel handig. Na deze pot ga ik teams reviewen dan. Ga je nog een pot naar deze pot? Ja, stel het wordt een snelle Jan. Dan kunnen we er misschien nog eentje doen. En anders ga ik gewoon teams review als we een hele pot moeten spelen. Er heeft nog niemand gescoord trouwens. We hebben 2 potten gespeeld, geen tegendoelpunt. Willem, jij kan de eerste zijn, jongen. Vanavond Blackie. Vanavond geen Blackie. Morgen moet ik vroeg op. Die risico kan ik niet nemen. Anders wilde ik het wel, ja. Ik was echt net te laat voor die vraag. Ja, zonde. Maar er komen nog genoeg van dit soort streams. Joh. We spelen sowieso nog wel een keer, Menno. Ali, die tactiek is echt moeilijk te verdedigen. Ja, dat is sowieso, man. Alleen vind ik dat je wel verdedigend heel goed moet zijn. Wil je met deze formatie spelen tegen toppers, zeg maar. Tegen, geen disrespect naar jullie. Maar ik bedoel, zeg maar pro tegen pro, die qualifiers en zo. Die kunnen je dan echt op met die counters echt hard afstraffen. Daar moet ik even nog op letten. Voor de rest is je aanvallend heel goed. Je hebt enorm veel opties. Ik speel nu met Rashford op RCM. En dan heb je links Renato Sanchez. Maar hij is wel heel effectief, ja. Willem, zou je ook even offline willen gaan? Want dan kan ik je zien. Oh ja, je hebt hem al. Super. Kan Dennis niet op jouw account blijven? Volgens mij mocht dat niet. Dat weet ik niet, eerlijk gezegd.
Dat had ooit iemand gevraagd op Twitter en toen kwamen daar negatieve reacties op. Die backs zijn echt hinderlijk. Ja, die backs die staan zo breed, dat is echt zo'n extra optie. Dat als je vast zit, dat je gewoon even daarop terug kunt vallen. En van daaruit weer kan opbouwen richting de 16. Ja, dat is het enige kwetsbaar in de counter. Succes Willem. Op webapp kan je ook een link kopiëren van je team. Nou, dat is ook heel handig als je dat hebt of kan. Maak dan even een linkje aan, zodat ik zo meteen jullie teams kan reviewen. Ali, als je verified bent, kan je toch gelijk panels doen? Dat kan inderdaad. Even kijken. We gaan weer met de backs. Hij heeft ook 3 centrale spelers voorin. Speelt wel compact. En dat is Ronnie. Alleen salam Malik. Oh, dat heb ik niet gezien, Boeddha. Hoop op een snelle Jan, zodat er nog een weddy komt. Ronaldo, dat is de tweede. Bij een Jan is het klaar. Zo, de tenen van Pope. Wat een zieke redding. Is ook een hele goede paas. Oh. Davy is nog geen één keer aan de bal geweest volgens mij. Is alleen maar via rechts gegaan. Klooster man. Ja,
Rashford kan ook gewoon verdedigen. Omdat hij lang is. Goeie bal. Maar te slap. Ronaldo. Oh, opnieuw Poop. Is hij weer, hij pakt alles. Zo, hé. Wat we hier toch allemaal missen. Daarom is Poop zo een zieke keeper, hè, af en toe. Ja, deze houdt hij niet. 42 minuten. Volhouden. Poop is zo'n glitch. Zullen we nog één potje doen, jongens, of niet? GG's naar Willem. Waarschijnlijk een inform. Oh, dat wordt echt ziek dan. Wat zeggen jullie? Nog één potje doen of reviewen? Wat een kansen, niet normaal hè? Nog eentje, oké. Okay. Eén laatste quizvraag jongens. Ibo, dankjewel. Eén laatste vraag jongens. Komt hij aan, hè? Wees paraat. Oké, PSV won op 16 december in de KNVB-beker tegen Van de Graafschap uit met 2-1. In de 56e minuut scoorden wij de 0-1 via de penalty. Via een penalty. Wie scoorde hem? Wie scoorde die penalty tegen de Graafschap? Zo, Tom! Jij bent wel heel snel. Tom, zeg het maar. Heel snel. We moeten echt meteen spelen. Je PSN. Max inderdaad. Het is niet de dag van Menno vandaag. Koas. Tom met een 0 volgens mij. Ja. Als je ook ervoor zorgt dat je offline bent op de PlayStation, dan kan ik je gelijk inviten. Menno, volgende week weer een kans. Zo is dat. Ik ga dan snel even voor jullie checken in dat Excel bestandje, het programma. Dan hebben jullie ook een beetje een idee wat er allemaal nog komen gaat. Even kijken. Livestream planning. Morgen, de dinsdag. Morgen is Dennis met jullie. Om 4 uur. Die gaat dan of draften. Draften en teams reviewen. Ja. Nee, sorry. Het is Manuel. Morgen is Manuel met jullie. En de woensdag is daar is tennis met Manuel, co-op seizoenen. Het is een beetje zoeken voor mij hoor, de eerste keer dat we dit zo doen. Donderdag zijn wij afwezig, Dennis is afwezig, ik ben er. Donderdag is Manuel met verdraft en FIFA Teams reviewen.
op die manier. We zijn bevriend. Maar als Dennis gaat, moet hij waarschijnlijk wel bij Will op PC. Ja, hij gaat sowieso op de PlayStation spelen. Tenzij hij een Xbox tegenstander heeft of zo, maar dat maakt niet uit. Dat vond hij niet erg. Hoe kan ik mijn team laten reviewen? Oh Simon, je kan via de webapp, heb ik begrepen. Dat je een link kan aanmaken. Of je gaat naar futbin.com. Daar maak je je team aan. Die sla je op. Vervolgens krijg je een linkje van Futbin. Bovenaan te zien als je hem hebt opgeslagen. En dan kan je hem in de chat gooien. Even kijken, wat was Koas, hè? Ali, ik heb al linken gestuurd van team. Waar zit hij? Heb je hem in de chat? Want ik zie hem niet in de chat. Stuur hem wel opnieuw. Oké, man. Ik heb je uitgenodigd, Tom. Als je kan joinen, zou het heel fijn zijn. Ik heb nog geen invite. Ik heb heel... Oh, misschien heb ik iemand anders gedaan. Wacht, dat is die glitch. Sorry. Kijk, dit is heel raar. Kijk, als ik nou op L2 klik... Kijk, jullie zien dat ik op Koas sta. En dat ik hem heb opgezocht. En dan ga jij inviten, maar dan zie je hier Adam Maher staan. Ik heb eigenlijk net Adam Maher gewoon uitgenodigd. Dan moet ik zo doen. Zo. Ja. Ja, echt hè. Ik heb net even teruggekeken, mijn poop, die was wel erg lijp deze bot. Echt niet normaal, die haalde zieke ballen eruit, joh. Daar is hij. Menno, lukt het met de link? Anders kunnen jullie ook, als het niet lukt... Even kijken... Mijn DM'pje sturen, wil ik zeggen, alleen... Nee, ik ben hier niet ingelogd. Even kijken of ik snel kan inloggen. Oeh, ziek teampje wel hoor. Zo. Dat zie ik nu pas. De linken zijn niet zichtbaar. Oké, jullie kunnen me dan gewoon DM'en. @aigun96 DM'en voor je team. Wel een linkje van je team, jongens, want dan kan ik jullie dan kan ik het scherm met jullie delen. Misschien is het wel riskant om tegen dit team aanvallend te spelen, maar we hebben tot nu toe alles zo gespeeld, dus dat gaan we ook gewoon doen. En dat is 1. Nee, ik zie die van jou ook niet, man. Doe mij maar gewoon DM'en, die link. Dan kijk ik het zo. Wat zie ik? Eto'o en Pelé in je team. Heb je die dan gepakt of gekocht?
wel echt druk in die 16, hè? Zo, hé. Gespeeld. Daar gaan we weer. Met man en macht. Naar de 2-0. Ik heb je gedm'd. Oké, man. Dit is wel de snelste Jan van de dag. 18 minuten voor Tom. GG's naar hem. En zo winnen we elke pot vandaag met 3-0. 4 potten. Kwart voor 5. Even kijken. Geen tegengoal inderdaad. Dan moet ik even uitzoeken hoe ik dat scherm met jullie ga delen. Eén moment. De eerste is van Menno. Footpin Squad. Daarna heb ik Indra. Daarna heb ik onze Jasper. En dan heb ik Bormbergs. Hype. Hypeke. Oké. En dan moet ik nog dat scherm met jullie delen. Hoe ga ik dat doen? Moet ik even zo'n video... Nee. Window capture. Als het goed is, zien jullie nu het scherm van mijn Google Chrome. Zo. Zo zien jullie hem als het goed is. Klopt dat, jongens? Ik nog wel onder mijn webcam zetten, zodat jullie mij nog kunnen zien. Zo. Zo is die denk ik perfect. Kunnen jullie mij nu goed horen? Jullie hebben nu een team voor me. Ik heb nu een team voor me met Henri, Frankie. En ik ben een rondje aan het maken met mijn muis. Je stem lijkt. Oh, is het weer zover? Oké. Ja, we moeten het even zo volhouden. Ga ik er snel doorheen. Van wie was dit team? Die was van Menno, denk ik. Even kijken. Koundé, Diego Carlos is goed. Land inderdaad. Voor de rest ziet het er goed uit. Dan zou ik gewoon wachten op een upgrade van Frankie of gewoon Valverde upgraden. Maar je hebt Suarez en Felix, die zijn al top. Henry en Robben ook, die zou ik niet vervangen. Kleiber is gewoon top. Inderdaad, Sandro is iets te traag dit seizoen. Anders had ik hem sowieso aangeraden. Maar dan zou ik toch wel Ferland Mandi gaan. Die zou echt veel beter. Ik heb tot vorige week heb ik Mandi met alles gebruikt. Met alles, Menno.
Afgelopen week heb ik hem voor het eerst vervangen voor Davies. Die is natuurlijk sowieso beter. Maar man, die gaat je zeker niet teleurstellen ten opzichte van Sandro. En als hij ook nog eens tradable is, kan je dat geld beter steken in iets anders. Ja, het is wel road to the final, maar dat duurt wel even, weet je wel. Stel ze gaan door, dan krijgt hij maar plus 1. Dan is die pace nog steeds te laag, vind ik. Yo, Netchko, welkom broeder. Zodoende, man. Oh, dat was SBC. Oké, sorry. Gökhan, welkom, welkom. Ja, dan is Sandro meer een supersub naar mijn mening op het middenveld. Dat kan wel, hè? LVM, gewoon. Dat kan gewoon. Dat was het team van Menno. Heb je nog vragen, Menno, trouwens? Voordat ik het skip. Nee, geen vraag. Oké, top man. Dan gaan we over naar de volgende. Deze was volgens mij van Indra, klopt dat? Oh. Deze. Ja, jou geef ik gewoon antwoord in die Discord. Ja, van Indra. Even kijken. Zo, lekker teampje dit. In-game sta je volgens mij gewoon zo, ja. Oké. Oh ja, daar hebben we net nog gespeeld. Eerlijk gezegd heb ik voor jou helemaal geen tips. Ja, enige tip die ik je kan geven is misschien Dembele dan veranderen voor een betere. Want de base Dembele is niet meer zo goed genoeg, weet je wel? Ik haalde hem net ook gewoon in een aantal keer. Op het begin van de game is hij sowieso goed en raad ik hem ook aan. Maar in deze fase van het spel is hij gewoon niet meer goed genoeg. En denk ik dat je hem moet vervangen. Maar voor de rest is alles goed. Ik weet niet hoe je begin van de game staat, zodat je hem kan vervangen. Maar voor de rest denk ik dat iedereen het mee eens is dat het team gewoon stabiel is. We hebben Fransen links buiten. Ja. Hoe zit het met de Fransen links buiten in de game, jongens? Weet jullie dat? Posities LB. Land Frankrijk. Die Ribéry zou inderdaad kunnen. Ik zie hier Griezmann, maar die raad ik hier niet aan omdat het traag is. Bamba, headliner. Coman was een SBC. Diaby. Saint-Maximin, LM. In vorm 300k. Ja, die is wel duur, maar het zal wel iets fijner aanvoelen, denk ik. Dus dat zijn de enige mogelijkheden dan, man. Maar als je iemand gaat vervangen, laat dat als eerste Dembele zijn. Heb je nog andere vragen? Komt goed. Super. Goed om te horen, maat. Wel echt een mooi teampje. Ik zeg je eerlijk. Dan gaan we over naar de 11. Van wie was deze, jongens? Van wie was deze? Volgens mij van Jasper. Heb ik het goed? Ja, van Jasper. Zo, dit is wel een mooi teampje, hoor. Kluivert en Baumgartel CV. Kluivert sowieso goed. We moeten gewoon eerlijk zijn. We zijn allemaal diehard PSV. Maar we moeten eerlijk zijn dat deze kaart gewoon super goed is. En dat die er gewoon in moet staan. Indien je zo'n team hebt. Zeer stabiel. Dumfries ook goeie. Davies heel goed. Gravenberg. Wat een tank zeg. Op het middenveld. Met Sanchez ook nog. Gnabry, Figo, Malen, Robben. Ja, als ik zo kijk, dan zou ik wel bij je aanval beginnen. Want het zijn geen elite spelers die je hebt. Figo is denk ik SBC'tje, sowieso untradeable. Die zou ik vervangen, maar dat kan niet. Ik zou Dumfries eerder naar het midden halen dan Kluivert. Dat zou eventueel ook kunnen, ja. Wilmar Mandy en Koundé road to the final. Heel slim. In plaats van Baumgartel neem ik aan. Toch? Dan heb je sowieso een update achterin. Maar voorin moet er ook wat gebeuren. Want Malen en Robben zijn de enigste 90 plus pace spelers. Robben is sowieso een flank. Want die is puur links. Rechts heb je er niks aan. Malen kan gewoon in de spits spelen, naar mijn mening. Gnabry en Figo, weet ik zo niet. 88 is toch net iets te traag, omdat er zulke snelle CV's zijn. Gnabry en Figo, inderdaad.
Voor wie zou je Gnabry kunnen vervangen? Wat moet je daar hebben? Start je ook zo trouwens? Volgens mij start je ook zo, ja. Als ik het zo kijk. Hij speelt ook nog eens op 7 cam. Dat is ook nog een dingetje. Dus die moeten we sowieso vervangen. Malen en Figo zijkant. Robben en Gnabry spits. Oei. Ja, Robben spits weet ik zo niet of dat fijn is. 4-2-2. Als je Mandi straks hebt, dan moet je ook weer een Franse linksmidden. En dan kom ik gewoon terug op wat Indra net had dus. Met, wat was het? Saint-Maximin, Ribéry. Dat zijn de enigste opties, man. Precies. Indra zegt het nu zelf ook. Als je met Koundé en Mandi wilt spelen, dan beter die linksbuiten. Of een La Liga, inderdaad. Carrasco 86, heel sterk. Carrasco 86 is een van de betere spelers. Als ik hem als super sub gebruik, is hij altijd effectief. Dat hebben jullie sowieso ook wel in de Blackie Cup gezien. Jasper is altijd aanwezig, Indra ook bijna. Jullie hebben sowieso gezien dat mijn Carrasco het heel goed doet dan. Of gewoon Team of the Year op Mbappé. Zeker weten, jongen. Heb je nog vragen? Gökhan, je moet even een linkje aanmaken via Footpin, zoals hier. En dan die link doorsturen, dan kan ik hem beoordelen. Nee, meneer. Ik voel me net een leraar, inderdaad. De laatste is volgens mij van Huip. Klopt dat? Huip, ben je in de chat? Stones met Adama. Ik zou als eerst beginnen bij Stones sowieso. Die is denk ik net te traag. Van Bergen is gewoon goed. Snel voor de flank. Pijp is aanwezig. Super. Je hebt SCM met Ndidi. Dat is ook een goede duo op CVM. Gewoon stabiel. Dan is Ndidi wel de mindere. Je hebt een topkeeper staan. Inderdaad. Bernardo Silva. Ja, dat is misschien wel de eerste die je moet vervangen. Want die staat volgens mij in de aanval. Die moet sowieso vervangen worden. Die is te traag voor de flank. Spits is hij ook niet waardig met 85 shooting. De eerste twee spelers die je moet vervangen zijn Stones en Bernardo. De rest is wel oké. Okay. Ben Yedder, Mané, die kan je gewoon niet vervangen. Dat is gewoon top. Van Bergen ook. Misschien, ik weet niet of Ndidi tradable is of dat het een SBC was. Misschien in plaats van hem dan een Franse middenvelder, zodat Ben Yedder ook op volle chemistry speelt. Maar dat zijn de tips die ik jou kan meegeven. Traoré op CV is sowieso overpowered. Die kan je gewoon zo houden. Ja, ik heb die 36 niet. Die kan in. Oh, sowieso. Ja, alleen dan moet je wel met chemistry. Want hij zit niet in de Premier League, die Tavernier. Dan moet je gaan puzzelen. Want dat is een no-go, denk ik, op dit moment. Dat is misschien een minpuntje. Of je moet minuut 1 gaan wisselen. Maar dat kost veel moeite. Nee, en dit was van die partyback. Ah, oké. Kanté inderdaad, zoals Neymar Junior zegt. Kanté kan, Pogba kan. Dat zijn wel alternatieven voor Ndidi, zodat je Benje ook maximaal kan profiteren van Ben Yedder op volle chemistry. Ja, als die tradables kan je inderdaad verkopen. Komen nog wat tips langs van Indra, zie ik. Ik heb nog wat DM's volgens mij. Van David. Daarna moet ik wel helaas gaan afsluiten. Ik weet niet of Kukan het nog gaat halen. Ik heb nog wat DM's. We moeten er even snel doorheen nu, jongens. Want ik heb nog drie DM's. Die wil ik ook snel behandelen. Maar ik denk dat dit even duidelijk is, hè, Huip? Als je vragen hebt, kan je dat even gewoon aan Indra vragen. Even checken. Dit is het team van David. Gaat hij nog laden? Moet ik me nou hier voor Persie aanmelden? Oh, krijg je dit verhaal? Eén momentje, jongens, één momentje.
heel snel inloggen. Moet ik weer een sms'je krijgen? Oh. Twee versen. Ik nog. We kunnen even snel naar deze kijken van Sil. Kunnen jullie dit ook allemaal zien, jongens? Kijk eens aan. Kunnen jullie dit zien? Die DM die ik heb geopend van Sil. Hij heeft dit team met Campbell, La, Maradona, Makelele. We zien je FIFA. Oh, sorry. Natuurlijk. Nu zien jullie het wel. Even snelle tips, jongens. Wat jullie kunnen meegeven aan Sil. Sil heeft Mandi, Gomez, Campbell en Cuadrado achterin. Die Cuadrado mag geüpgraded worden, maar ik weet niet hoeveel budget je hebt natuurlijk. Anders is hij gewoon prima. Pope kan je houden. Mbappé, Saint, Maradona. En oh, waar voorin, dat is echt een top voorhoede. De eerste die ik kan upgraden is misschien Saint-Maximin. Misschien een andere speler voor hem, want dit is base Saint-Maximin. Plus hij speelt op 7 of 8 chemistry. Dus die moet je denk ik echt veranderen, want zijn shooting is heel slecht. Makelele met Laam op CVM is prima, maar indien je eentje moet veranderen, zou dat als eerste Makelele moeten zijn. Cuadrado inderdaad rulebreaker kan, maar ik denk dat hij het geld daar niet voor heeft, anders had hij hem denk ik wel staan. Maar we geven het toch nog mee, Cuadrado, Makelele en Saint-Maximin. Ik zou als eerst bij Saint-Maximin beginnen. Sil, ik weet niet of je in de chat bent, want ik heb je ook niet in de chat gezien, maar bij deze geven we deze tips door. Ja, je kan ieder rechtsback inderdaad, kan van alles zijn. Daar stond ik zelf niet bij stil, maar dat is heel goed opgemerkt. Dan zijn er echt veel betere rechtsbacks daar, denk ik. Die fysiek ook beter zijn. Het team van David. Als deze nou even aangaat. Oh, ik kan niet zien omdat ik nou ben ingelogd. Moet ik hier fut even op. Even eruit gaan. En dan moet ik weer op dat linkje klikken, denk ik. Nee, ik krijg hem niet. Ik krijg gewoon die webapp. Ja, je hebt ook de link van de webapp gestuurd, David. Niet van je team. Dat zie ik nu. Netchco. Netchco, snel fixen. Dit is het team van Netchco, jongens. Stuur maar via DM, David. Ik ga die later voor jou beantwoorden, ja? Dit is het team van Netchco, jongens. Saint-Maximin, Rashford, Son, Mbappé. Dit is gewoon een topteam, man. Bruno 92, alsjeblieft, zeg. De eerste die je moet veranderen is gewoon de normale Pogba. Want je hebt gewoon een stabiel team staan. Ik zou als eerst Pogba vervangen voor een betere... complete middenvelder. Want 73 snelheid, 66 verdedigen voor Pogba is iets te zwak, denk ik, in deze fase van het spel. Maar voor de rest staat alles goed, man, broeder. Echt waar. Gewoon een topteam. Wan-Bissaka met Varaan, Mandi, Pope, Overpowered, Mbappé, Rashford, Son, Saint-Maximin en Bruno. Ja, dan is Pogba de eerste die je moet veranderen, man. Sowieso. Dit was een makkelijke om te beoordelen. Dit was een hele makkelijke. Dan had ik nog... hier, Simon. En Ton nog. En dan gaan we afsluiten. Simon en Ton zijn de laatste. Dit is het team van Simon. Pakken we er even bij. Ik zie Torreira die op... rechtsback, oh, oké, die gaat denk ik naar linksback en dan Mandi naar rechtsback, is gewoon prima. Ter Stegen, Koudé, Varaan, Kanté met Renato Sanchez, Eto'o, Felix, Mbappé, Neymar. Poh, wie kan hij hier vervangen, jongens?
Ja, misschien kan thee upgraden, maar zou je daar je geld aan verspillen? Is de vraag, is er een goede rechtsback uit de Primera? Die hij gewoon kan gebruiken vanaf het begin? Want hij heeft ongeveer 500k en hij krijgt weekendbeloning, dus dan komt hij sowieso daar aan. Ter Stegen veranderen, misschien een keer Courtois proberen, maar Ter Stegen is ook niet heel slecht, denk ik. In plaats van Kanté moet een Franse middenvelder. Ja, valt eigenlijk mee. Ik heb niet zo heel veel tips als ik eerlijk moet zijn voor dit team. Het is gewoon echt een goed team. Alleen misschien een rechtsback dan. Sanchez road to the final. Dat is wel echt een upgrade. Maar dan zit je aan een miljoen. Ik weet niet of die tradable is, die Renato die je hebt. Want als je die verkoopt, heb je weer heel wat coins bij elkaar gespaard. En als je die road to the final kan halen, ga je echt een update merken. Simon, dat is wel zo. Want die heb ik ook. Ik heb deze 82 gebruikt en de 84. En er zit echt een enorm verschil in. Vooral ook aanvallend. En mocht het zo zijn dat Lille ook nog eens wint, heb je ook alleen maar winst. Want dan wordt hij 86. Dat is echt ziek. Dus dat kan ik jou meegeven. En dan hebben we nog Tom. Even checken. Tom heeft dit team, jongens. Oh, die hebben we net tegen gespeeld. Dat is dat team. Oké. Pelé, Neymar en Rashford voorin. Ja, 5-2-1-2. Dan zal je misschien je formatie moeten veranderen. Oh, Laam schuift volgens mij door in game. Of niet, Tom? Tavernier, Kempel, Varaan en Mandy. Achterin. Oblak is gewoon goed. Laam met Bruno op middenveld. Yo, dit is ook gewoon een topteam, man. Echt, wie zou hij hier kunnen verbeteren, jongens? Ja, Varaan kan je upgraden, road to the final. Neymar kan je niet upgraden. Bruno is een player pick. Ja, is zonde om dan weer zo'n player of the month of zo te gaan maken. Misschien Campbell. Ja, heel toevallig zegt Jasper het nu ook. Campbell misschien, die kan niet voetballen. Die kan wel verdedigen, maar niet voetballen, maar... Dat is misschien wel een update als je hem kan upgraden daar. Inform Walker is een heel mooie optie, maar dan moet Oblak weer weg. Dan zou je daar in principe Courtois gewoon neer kunnen zetten en dan Inform Walker. Dan heb je echt een hele zieke update. Dus wat we jou kunnen meegeven is denk ik die twee dingen, man. En Laam 87 op CVM, misschien een betere CVM. Maar voor de rest staat het gewoon echt goed, man. Pope kan inderdaad, Pope met Inform Walker. Dan ben je ook weer een stap verder. Dat waren ze, jongens. David heeft volgens mij nog gewoon een screenshot gestuurd. Kunnen we ze heel snel die van hem beoordelen, want hij was aan het wachten. Als jullie nog tips hebben voor David. Dit is echt de allerlaatste, daarna ga ik afsluiten. Dit team is dus van David met Gomez vooraan achterin. Walker en Mandy als backs. Dat is gewoon de meta-verdediging. Is gewoon top, Courtois op doel. Kanté met Seedorf. Seedorf is denk ik uit de Icon Pack gekomen, waardoor je hem niet kan verkopen. Dan is het gewoon prima. Wel een schaduw erop zetten sowieso. Kanté is goed. Dembele, Rashford, Mbappé en Robben voorin. En wat had je nog? Als ik mijn investments verkoop, 1 miljoen denk ik dan. Dan kan je wel wat dingen upgraden denk ik. Dembele kan daar sowieso weg misschien. Rashford zou op zich misschien weg kunnen, want het is zijn base kaartje. Wat kunnen we meegeven? Links buiten Frans kan inderdaad. Misschien meer special cards, inderdaad. Misschien is het nog een beetje te basic. Die Saint-Maximin in vorm kan daar dus. In een andere opstelling kan je Neymar zegt Indra. Dus dat is misschien wel een goede, David. Met een andere opstelling kan je misschien Neymar erin verwerken. En dat is sowieso een update ten opzichte van Dembele. Rashford in vorm, dat is een CM, die kan je als CM gebruiken inderdaad. Dan heb je hem ook op full chemistry. Dat zijn goede upgrades, neem ik aan. Is dat duidelijk, David? Kan je zover verder komen? Ik hoop en denk het wel, maatje. Dan gaan we een punt achter zetten achter deze stream, jongens. Even kijken. Window capture uit. Dan ben ik weer in beeld voor jullie. Muziek uit. Dan wil ik graag afscheid nemen van jullie. We hebben ongeveer een uur en een kwartier gestreamd.
gestreamd, 4 potten gespeeld tegen jullie. Ik heb 4 jantjes uitgedeeld, daar ben ik wel blij mee. Nee, gewoon allemaal GG's naar jullie. Het was gezellig, we hebben wat teams beoordeeld. Lekker gekletst samen. Morgen is, nou ben ik het weer vergeten, morgen is of Manuel of Dennis live om 4 uur. Wees daarbij, abonneer op het YouTube kanaal van PSV eSports als je dat nog niet hebt gedaan. En like ook deze stream, zodat je ons kanaal omhoog pusht. Dan wil ik jullie nog een fijne middag en avond wensen. En tot de volgende. Ciao, ciao.